Afgelopen weekend werd wederom de Sinterkerstmarkt georganiseerd in de Hofstadkerk in Apeldoorn-Zuid. De belangstelling was groot en de opbrengst was 1500 euro meer dan het jaar ervoor. Wij zijn samen één. Ben, het is inmiddels bijna 3 uur. De kerstmarkt zit er voor 2024 op, de kerst-Sintermarkt. Tevreden? Ja, we zijn zeker tevreden. Vooral van gisteren en vrijdag was het natuurlijk een ontzettend drukke dag. Ideaal. Vandaag liep het gewoon lekker door. En we hebben ongelooflijk veel verkocht. Er is wel heel veel over. Dus de mooiste spullen gaan ook allemaal weer mee naar de winkel. Dus vanaf woensdag kunnen ze dat in de winkel aanschaffen. En de rest wat er verder over gaat, gaat naar een kringloopwinkel in Kampen. Die krijgt heel weinig spul. Dus die halen dan bij ons de restanten op. En die proberen het daar weer te verkopen. Heb je al een indicatie van de opbrengst van alles? Helaas nog niet. Nee, de penningmeester is nog aan het tellen, want we hebben net de 2 kassas afgesloten. Dus nee, daar moeten we even op wachten. Ik wil het je wel appen. Is het meer of minder dan vorig jaar, qua gevoel? Gisteren was het meer. Ruim 2000 euro meer als vorig jaar. Dus ik hoop dat het ook vandaag een beetje doorzet dat we iets meer hebben als vorig jaar. Nou, vorig jaar was het 13.500, geloof ik. Dus nou, het zou leuk wezen als er iets meer is. Waar gaat dat geld naartoe? Wat voor doelen hebben jullie gesteld? De helft van de netto opbrengst gaat naar de herberg, inloophuis De Herberg, aan de Deventerstraat. Die willen heel graag een nieuwe keuken, een professionele keuken om heel veel maaltijden klaar te maken en soep. Ze maken soep voor op de straat en zo, weet je wel, voor thuis en dak en thuislozen. En er zijn heel veel mensen die komen eten bij de herberg, dus daar willen ze graag een originele goede keuken voor hebben. Ze zijn voor aan het sparen, dus dan krijgen ze de helft van onze opbrengst krijgen zij in ieder geval daarvoor. Hoeveel vrijwilligers hebben gezorgd dat deze prachtige markt kon zijn? Nou, bij elkaar, gisteren en vandaag, hadden we toch wel 80 vrijwilligers. Ja, een paar die hebben gewoon elke dag gewerkt hier. Ook heel de week al, want we zijn natuurlijk maandag begonnen op te bouwen. Woensdagavond waren we eigenlijk een beetje klaar. Maar toen hebben we donderdag nog de boel, de puntjes op het i gezet. Dus ja, dat was heel leuk. Hoeveel oliebollen hebben jullie gebakken en verkocht? Ja, dat heb ik net even gevraagd. Ze hebben ruim 4000 oliebollen gebakken. En die zijn ook bijna allemaal verkocht. Er zijn gelukkig nog 10 zakken of zo. Maar die gaan wel met de vrijwilligers mee, dus dat gaat wel goed komen. Ja. Volgend jaar weer een Sinterkerstmarkt? Als het aan ons ligt wel. Ja, dat denk ik wel. We hebben natuurlijk in een jaar tijd krijgen we weer heel veel goederen. Dus dan zwaren we dat weer op. We hebben een speciale ruimte in onze opslag. En daar zoeken we het ook gelijk allemaal uit. Dus dan staat het al klaar voor volgend jaar. Welke producten worden als meeste verkocht eigenlijk? Is dat een bepaald iets? Nou ja, ballen heel veel, kerstbomen, kunstkerstbomen waren heel goed. Hier de recreatief, creativiteit was heel mooi, die ging heel hard. Maar ook lampjes, we hebben ontzettend veel lampjes verkocht. Verlichting, binnen- en buitenverlichting, dus dat ging perfect. Ja. Heel mooi. Ik wens je vast goede feestdagen toe, Ben, en wellicht tot volgend jaar. Dankjewel, super, jij ook.